Een zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes voorgelezen. En dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze podcast, de niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. Elke vrijdag om 16 uur. En we zitten hier in de Erfgoedbibliotheek te Antwerpen, in ons live publiek. En ik heb naast mij actrice en cabaretier Els de Schepper. Hey, goedenavond. En de titel die we hebben gekregen is een beetje geïnspireerd waarschijnlijk door de bibliotheek waar we zijn. Er was eens een boekendief en die had een wereldbol gepikt. Omdat hij... Ja, rustig. En nu gaan we beginnen. Ah, oké. Okay. Direct in vliegen. Ja, direct in vliegen, die Els. Ja, nog eens. Goed. Hier gaan we dan. Er was eens een boekendief en die had een wereldbol gepikt. Ah, dat was omdat hij een geweldige honger had naar kennis. En alle boeken dat hij al had gepikt, gingen telkens over andere landen. En hij wou eindelijk eens weten waar dat die landen lagen. Vandaar dat hij de volgende keer dat hij iets pikte... het een wereldbol was. Omdat dat gewoon gemakkelijker was. Hij kon daar alle landen op zien, want alle boeken die hem al had gepikt, die over landen ging, die had hem opgegeten. Ja, dus hij was dat vergeten, wat dat er daarin stond. Hij had dat gewoon opgegeten. Ja, want dat deed onze boekendief nu eenmaal. Maar hoe kwam dat? Ja, omdat hij wou zorgen dat al het bewijs weg was. Nee. Nee? Nee. Oh, dan heb je ik dat sprookje altijd anders verteld gekregen. Dat kwam omdat hij werkelijk honger had naar boekenwormen. Ah. Dat was de oorzaak. Vandaar dat hij oude boeken pikte waar daar sowieso wormen in zaten. Ja. En daarom was alles op en wist hem dat niet. Maar hoe meer wormen dat hem at, hoe dikker dat hem weer, hoe zwaarder dat hem weer, hoe meer dat hem zei, ik moet nog hebben, nog hebben, mm-hmm. nog hebben. Allee, dat was een obese boekendief uiteindelijk geworden. Ja, ja. Hij wou zijn eigen laten opereren. Hè? Een maagverkleining. Ja, een maagverkleining laten doen. Maar die wormen die gaan niet via de maag. Oké. Okay. Dus, ja. Dat is echt keiveel informatie dat ik nu ja, extra ja, krijg. Nee, echt waar. Ja, 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 maar, ja, maar dat is een speciaal ziekte. Ja, hè? Serieus? Ja, ik weet de naam niet meer. Weet jij de naam nog van die ziekte? Van die wormenziekte? Of de... Ja, ja, dat. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Okay. Ik ken het verhaal anders. Ja, oké. Okay. Hoe was het dan volgens u? Ja, volgens mij was dat gewoon voor het bewijs, maar ja, dat was dus duidelijk niet. Nu, hij had die wereldbol gepikt, daar waren we. Daar waren we. En waarom dat hij die boeken op had, goh, is een voetnoot in dit verhaal. Ik ben daar niet echt akkoord, man. En hij kwam terug thuis met zijn wereldbol. Hij zette die wereldbol voor hem neer op zijn gammele tafeltje dat hem ooit eens had gepikt. En hij begon eraan te draaien. Hij begon eraan te draaien. En hij keek ernaar. En hij draaide nog wat. En hij keek en hij draaide nog en hij draaide nog. En hij ging om een duur zo rap, dat hem helemaal tilt sloeg. En hij viel flauw. En hij weer wakker. En hij doet zijn ogen open. En hij is niet meer op zijn kamer. Hij ziet palmbomen rondom hem. Ja, hij ziet de zwembad. Hij ziet een hutje waar je kunt overnachten. Ja. En hij kijkt naar beneden... En hij ziet dat hij een klein speedo onderbroekje aan heeft. Zijn lijf is mager en gespierd. Oh, en hij heeft een sixpack en naast hem 6 blikjes bier. Dus een dubbele sixpack. En hij dacht van, wat is er nu gebeurd? Wat hem niet wist, was dat hem een magische wereldbol had gepikt. En telkens dat je er ontdraaide, viel de flauw in. Waar dat een bol stil bleef staan, nou daar werd je getransporteerd en daar weer de wakker. Ja. En hij was gelukkig. Hij was gelukkig. Zo gelukkig. En hij begon daar te feesten en plezier te hebben, dag na dag. Maar na een paar weken begon ook dat weer tegen te steken. Ja, bovendien dronk hem heel veel. Om dat zwembad, want het was all-inclusive. Ah, ja. Hij had ook een bandje om zijn arm.
dat hadden we nog niet verteld. Belangrijk. En op een avond zit hij voor zijn wereldbol en hij denkt van, weet je wat, ik kan nog naar ergens anders. Ja, want hier, dat hotel, oké, het is all inclusive en je eet zoveel, want je denkt, ja, ik zit hierna toch, ik heb ervoor betaald, maar, dus ik kan beter zoveel mogelijk eten en drinken. Maar uiteindelijk blijkt dat buffet elke avond hetzelfde te zijn. Ja, ja, en dat wordt wat saai. Dus hij begint terug aan zijn bol te draaien. Hij valt flauw en hij wordt wakker. En hij kijkt weer naar beneden en hij ziet dat hem heel dik is terug. Gijna. Ja. Hij was getransporteerd naar Amerika. Het land waar mensen allemaal dik zijn. Ja. En hij keek rondom hem en hij zag overal dikke mensen. Mensen die McDonald's binnengingen, mensen die Wendy's binnengingen, die overal met tacos zaten te fretten en dikker en dikker en dikker werden. En hij waggelde door de straten. En hij dacht, wat moet ik hier nou? Ik moet ergens anders naartoe. Maar hij kon van dikkigheid zijn wereldbol niet meer dragen, want zijn armen gingen niet meer toe. En hij dacht, wat moet ik nou doen? En hij liep verder op zoek naar hulp. Maar ja, al die andere mensen passeerden hem, die konden die wereldbol ook niet dragen. En in één keer... liet hem zijn wereldbol vallen. En de wereldbol viel kapot in 1000 stukjes. En er was een andere Amerikaanse madame... die zei van... heb jij ook uw bal laten vallen? Ja. Ja. En hij keek op naar die madame... en hij zag dat dat een heel schoon... dikke madame was. Ja. En hij dacht... ik ben op de juiste plek terechtgekomen. En ze werden een koppel en ze leefden nog lang in geluk. En dames en heren, wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als mensen u uitlachen omdat je een buikje hebt... en wat te dik ze, steek het dan gewoon... op die wereldbol, dat je het laat vallen. Slaap lekker. Dames en heren, Els de Schepper! Dank je wel.